Christenen en moslims, dienen zij dezelfde God? Het korte antwoord is nee. Er zijn verschillen in overvloed. In deze video bespreken we er vier. Zonder voldoende kennis kan de God van het christendom en de God van de islam op het eerste gezicht op elkaar lijken. En juist daarom is het goed om dit onderwerp te bespreken. De Koran verwijst vaak naar personen in de Bijbel, zoals Mozes en Jezus. Niet alleen de namen, maar ook bijbelverhalen zoals Adam en Eva en het verhaal van Jozef kun je aangepast terugvinden in de Koran. Moslims moeten vanwege de vele verwijzingen naar de Bijbel wel als autoritaire bron benoemen. Dit maakt dat er vaak gedacht wordt dat christenen en moslims dezelfde God dienen. In de praktijk hoor je vaak van moslims dat delen van de Bijbel corrupt zijn geraakt en dat de Bijbel niet betrouwbaar is. Dit is interessant, want dat zou betekenen dat God het blijkbaar toelaat dat zijn heilige boeken corrupt worden gemaakt door mensen. In de Koran worden de Torah, de Psalmen en het Evangelie namelijk ook als openbaring van God beschreven. Christenen daarentegen geloven echter dat na het boek Openbaringen er voldoende op papier stond om God te leren kennen. Alle geschriften daarna, zoals de Koran, worden daarom niet bestempeld als heilig. De God van de Bijbel, Yahweh, verzekert dat ieder mens dat in hem gelooft gered zal worden en met hem zal zijn in de eeuwigheid. Dit kan je teruglezen in Joël 2:32, Johannes 3:16, Romeinen 10:9, Johannes 14:6, Efeze 2 vers 8 en 9 en ga zo maar door. Wat houdt dit geloof in een notendop in? God heeft de mens gemaakt en het was goed. Op een gegeven moment is er een breuk ontstaan tussen de mens en God. De mens ging liever zijn eigen pad. De Bijbel noemt dat zonde. Eerst Adam en Eva en daarna jij en ik. Door de zonde kon de mens niet meer uit zichzelf bij God komen en verdiende zij totaal afzondering van hem, namelijk de hel. Maar God heeft het daarbij niet laten zitten. Hij heeft er in zijn liefde voor jou en voor mij gekozen om naar de aarde te komen. De zonde die jij en ik hebben verdiend, heeft zijn zoon Jezus Christus zelf gedragen aan het kruis. Na 3 dagen rees hij op uit het graf. Hierdoor maakte hij het voor mensen mogelijk om een nieuw leven te ontvangen. Hoe kan jij dit leven ontvangen? Als jij deze boodschap gelooft, dan zul je gered worden. De redding van de mens ligt in het christelijk geloof volledig vast in het werk dat Jezus heeft gedaan aan het kruis. En het is genade dat wij bij hem mogen horen. Dat betekent dat we het eigenlijk niet hebben verdiend. Onze goede daden in dit leven zijn het bewijs dat we gered zijn. Maar niet de basis voor je redding. Wij kunnen onze plek in de hemel niet verdienen door goed te doen, maar door te geloven in Jezus. De islamitische redding van de mens heeft een andere invalshoek. Enerzijds leert de Koran dat verlossing gebaseerd is op een zuiveringsproces door goede daden. Een moslim kan rechtvaardig worden door te bidden, geld te geven, te vasten en te leven volgens de Koran. Maar hoeveel goede daden zijn dan genoeg? Toch leert de Koran ook dat Allah al van tevoren heeft bepaald wie er naar de hel zal gaan en wie naar het paradijs. Degenen die naar de hel gaan, gaan daar naartoe omdat Allah dat van tevoren heeft bepaald en ze kunnen daar niks tegen doen. Daarom kan een moslim nooit zeker weten waar hij of zij naartoe gaat na de dood. Zelfs Mohammed was onzeker over zijn eigen redding. Afsluitend noemen we de karaktereigenschappen rechtvaardigheid, liefde en trouw. Vanuit het christelijk perspectief en het islamitisch perspectief. Rechtvaardigheid. God is rechtvaardig. Als iemand zondigt, verdient diegene straf. Je kan proberen heel de wet te houden, maar wanneer je 1 keer de wet breekt, verdien je toch straf en word je veroordeeld. God blijft altijd rechtvaardig en er moet dus altijd een prijs betaald worden voor onze overtredingen. Doordat Jezus voor ons de prijs heeft betaald aan het kruis, is er vergeving mogelijk voor degene die dit offer accepteren. Degene die dit offer weigeren, zullen zelf de prijs moeten betalen in de hel. In de islam gaat het anders. Op basis van je daden word je beoordeeld en ook je zonden wegen daarin mee. Als je grote zonden vermijdt, worden kleine zonden kwijtgescholden. Binnen de islam zijn er namelijk verschillende categorieën van zonden. Je hebt grote en kleine zonden. Een voorbeeld van een grote zonde is shirk, het toekennen van partners aan Allah. Als iemand voor zijn dood hier vergeving voor vraagt bij Allah, kan hij hier mogelijk voor vergeven worden. Het verschil met het christendom zit hem dus in het woordje mogelijk. Bij Allah worden zonden mogelijk vergeven op basis van jouw inspanning. Bij Yahweh worden zonden gegarandeerd vergeven op basis van Gods inspanning. Stel je voor dat je moet voorkomen voor een serieuze verkeersboete. Vervolgens zeg je tegen de rechter dat je nog nooit iemand hebt neergestoken en dat daarom jouw verkeersboete kwijtgescholden moet worden. Dat zou best apart zijn toch? In deze rechtszaak gaat het namelijk over jouw verkeersboete, niet over jouw andere goede daden, die hebben helemaal niks mee te maken. Maar als je tijdens de rechtszaak toegeeft dat je de boete verdient, verklaart de rechter jou schuldig. En dan kan iemand anders ervoor kiezen om jouw boete te betalen.
dan is het recht wel gesproken. Daarnaast is er ook een uniek systeem rondom het oordeel in de islamitische geschriften. In de hadiths lezen we dat er voor elke moslim die naar de hemel gaat, er een christen of jood naar de hel gaat. Een soort van economisch systeem waarin een christen of een jood gestraft wordt voor de winst van een moslim. Verder zien we in de islam dat Allah ervoor zorgt dat mensen zondigen. Zo staat er bijvoorbeeld in hoofdstuk 17 vers 16 van de Koran dat als Allah een stad wil vernietigen, hij ervoor zorgt dat de mensen gaan zondigen, zodat hij die stad kan vernietigen. Ook lezen we in hoofdstuk 91 vers 8 dat Allah zelf verantwoordelijk is voor het plaatsen van slechte verlangens in de mens. Is het niet vreemd dat een perfecte God ervoor zorgt dat mensen zondigen en ze daar vervolgens voor straft? Liefde en trouw. Yahweh toont onvoorwaardelijke liefde voor de mens, zelfs als we hem nog niet lief hebben als ongelovigen. Hij is zelfs naar deze aarde gekomen als mens om te sterven voor onze zonden, ook voor degenen die hem haten. Er staan geen vergelijkbare versen over onvoorwaardelijke liefde van Allah voor ongelovigen in de Koran. Voorwaardelijke liefde komt wel sterk terug in de islam. In het christelijk geloof word je gered door het offer van Jezus. In de islam word je gered als je je eigen leven opoffert voor Allah. Hoewel het voor een gewone moslim niet zeker is waar hij naartoe gaat, lezen we in de Koran wel duidelijk dat degenen die in jihad sterven, verzekerd zijn van het paradijs. We lezen in hoofdstuk 9, vers 111 van de Koran, dat degenen die vechten voor de zaak van Allah en gedood worden, naar het paradijs zullen gaan. Mohammed zelf zei dan ook in een authentieke overlevering, ik hou ervan om voor Allah te vechten en gedood te worden. Te vechten en opnieuw gedood te worden. Opnieuw te vechten en weer gedood te worden. In de Bijbel staat dat Yahweh zijn woord houdt. Hij blijft trouw, zelfs als wij als mensen ontrouw zijn aan hem. Hij kan niet liegen, omdat dat tegen zijn natuur ingaat. Allah daarentegen noemt zichzelf de beste bedrieger. Het Arabische woord Geru al-Makirin, wat de grootste bedrieger betekent, wordt gebruikt om Allah te beschrijven in de Koran. Vaak wordt dit vertaald naar planner, maar als je kijkt naar de context en de Arabische tekst is het duidelijk dat het bedriegen betekent. Zou jij iemand vertrouwen die zichzelf de grootste bedrieger noemt? Dus wat hebben we nu geleerd? Door het christendom en de islam met elkaar te vergelijken, zijn we tot de conclusie gekomen dat de naam, het reddingsverhaal en de karaktereigenschappen zo erg van elkaar verschillen. De God van het christendom en de God van de islam staan hiermee niet een klein beetje uit elkaar, maar super ver. En juist het toegeven dat er verschillen zijn tussen het christendom en de islam helpt om duidelijkheid te bieden voor degene die de waarheid zoekt. Want aan het eind van de dag kunnen de twee geloven niet allebei waar zijn.